leukste dorp van Drenthe. Welkom bij het leukste dorp van Drenthe, vanuit Norg. En daar gaat hij dan. Het vuur is ontstoken. Dit is het leukste dorp, dat wij de trots op ben gezien aan onze kop. De worteldang, dit is de bedenkster ervan, Ina Reinders. Die worteldang, waar bent die goed voor? De studenten die wortelen in hun vak en in kunststudenten. Ja. Kunstacademie, theatervormgevers, muzikanten, makers, noem maar op. En dat is dit weekend de West in Norg. Hoe was het? Fantastisch. We hebben super droog weer gehad, gelukkig. En we hebben duizenden bezoekers gehad. Alles was uitverkocht smiddags. Het is fantastisch, kon niet beter. En dit ben studenten of scholieren van het Dr. Nassau College. Ja. Wat stelt dit voor, Ina? Zij hebben de openingsact gedaan met theatermaker Lisa Lauwers uit Utrecht. Ooit een worteldagenstudent. En zij wilde iets betekenen voor het verhaal van de zonnestralen. Dus zonnestralen? Icarus. Maar ja, Icarus laat ons wel een beetje in de steek. Het leukste dorp van Drenthe. Het is de Margrethakerk hier in Norg van de protestantse kerkgemeente. Er wordt hier natuurlijk nog gekerkt, maar er wordt ook muziek gemaakt. De culturele raad zorgt vooral voor veel muziek, onder andere in deze kerk. Ja, we houden hier in deze kerk 4 concerten, elk winterseizoen, 4 tot 5 concerten. Maar ook nog in de 2 kerken van Veenhuizen hebben we ook nog een serie van 4 concerten. En dat is dus klassieke muziek. Meestal hebben we instrumentale muziek. Vanwege ook dat we ter beschikking hebben over een vleugel hier. Maar ook vocale muziek. En daar beginnen we in oktober mee. Met een mannenquintet die zingen a cappella. Bij de natuurspeelplaats. Waarom hebben jullie dit gebouwd? We hebben dit gebouwd omdat het terrein enorm verwaarloosd was. Dus in Norg eigenlijk niet echt een leuke speelplek voor kinderen. Vluchtheuvelensweg. We hebben het gebied opgeknapt met mensen uit de buurt. Met behulp van de gemeente Noordenveld. En het gebied leent zich gewoon perfect voor een natuurspeeltuin. En hoe zijn de reacties van de kinderen? Erg leuk. Ja, ze zijn, komen in volle getalen komen ze hier naartoe. Na schooltijd, woensdagmiddags, in het weekend, met ouders, opa's en oma's. Het is echt genieten. Heeft u zelf ook al een beetje op de speelplaats gespeeld? Stiekem. Het leukste dorp van Drenthe. En het is het noodtiet voor de dorpslunch van Norg. Het leukste dorp met het toneelbiljart en nu op een Gangnam Style. Ja, je zult zeggen, denken, wat is dat voor geluid op Radio Drenthe? De Gangnam Style. Maar er is hier een heuse flashmob midden in de regen gaande hier op de Kerkbrink in Noord. Ik zou zeggen, als je de tv nog niet hebt aanstaan, zet hem dan nu even op TV Drenthe. Gangnam Style. Een van de wedstrijdelementen in het leukste dorp van Drenthe is maken een mozaïek van allemaal foto's van historische plaatsen in je dorp. En de leerlingen van de basisschool die hebben dat gedaan. Dit is vanaf een afstandje het oude gemeentehuis. Deze gemaakt.
En dat heb ik gedaan omdat het, nou ja, er staat ook Van Dorg. En nou, dan kun je zien hoe oud de gebouwen hier zijn. En het ligt daar eigenlijk hierachter in een boerderijtje. Onze intentie was gewoon om de leerlingen gewoon met andere ogen naar het dorp laten kijken. En ja, dat kun je theoretisch doen. Maar dit was natuurlijk veel leuker om dat gewoon ter plekke te doen. Ja. Hey, ik ga even vanaf het afstandje kijken. Ik zeg gelukt. Hoe is dat? Ja, het is helemaal super natuurlijk. Daar doen we het allemaal voor. Dus geweldig. En wat maakt dit het leukste zwembad? Nou, kijk om je heen en oordeel zelf. Een superleuk wedstrijdbad met beweegbare bodem waar we supergoed les kunnen geven. Een leuke recreatiebad met een hele leuke glijbaan, stroomversnelling. We hebben eigenlijk alles. En niet te groot, niet te massaal. Mooi overzichtelijk. Het leukste dorp van Drenthe. En dan is het bijna tijd voor het historisch lied van Norg. En jullie hebben dat geschreven als leerling van het Nassau College. Wat gaat dat lied over? Nou, over een vieze vent die een meisje zeg maar eigenlijk ontvoert. Omdat hij dat belangrijker vindt dan geld. En dan komen ze om en dan gaan de mensen zoeken. En dan zo zijn de Norgenduinen ontstaan. Vieze, vuile Hendrik. Ja. Een spannend lied. Succes! Dankjewel. Van de leerlingen van het Dr. Nassau College is groot met het project. Wat doen jullie allemaal? Nou, we doen verschillende zaken binnen onze school. Onze slogan van onze school hier in Norg is ook onderzoek en onderneem. En wij proberen dus wat we in de klas leren met elkaar, dat handen en voeten te geven, zodat we leerlingen kunnen laten ervaren hoe het is in de boze buitenwereld, zeg maar. En daar zit wel een mooi project voor dan. Het is een fantastisch project. Het zit vol met verschillende zaken als kunst en cultuur en liedjes maken en noem maar op. Dus NPR maken natuurlijk voor ons dorp. Het leukste dorp van Drenthe.
Dit is de Mercedes onder de rijtuigen, een open landauer. En dus even een vorstelijk ritje maken. Zo vorstelijk kun je het ook zien op de concoursen? Ja, je kunt op de concoursen hebben we ook rubrieken met deze aanspannings. En dan hebben we ook de Friese chaise hebben we erbij. Dan is ook een aangespannen twee spaden. En dat zijn de dames in de Friese klederdracht. Dat is ook met de lampen erbij aan. Nou, het is gewoon een sprookje wat wij met elkaar daar presenteren hier op het sportveld. Ja. Het rijtuigenconcours is een van de drie paardenevenementen hier in Norg. En wat maakt dat nou zo speciaal, dat het zo sprookjesachtig is? Het is een programma. We beginnen om 4:00 tot 10:30 is er geen moment op het circuit van onze paarden dan dat er geen paard in de baan is. Wij houden van een vlot tempo, snel afwerken. En dat vinden mensen ook leuk. En daarvoor hebben we ook 2500 man publiek op de Bosch concours af. Daar zijn we toch trots op. En heel Nederland wil wel bij jullie rijden? Heel alle tuigpaarden mensen, of dat van de Friese tuigpaarden is, Hekkies, of de regionale paarden. Iedereen die wil graag rijden op het Norge concours. Dit was dan het leukste dorp van Drenthe van Utnorg. En let op, er kan weer gestemd worden. En morgen zijn we er weer, de hele dag live op radio en televisie. Met een nieuwe aflevering van het leukste dorp van Drenthe. En dan zijn we in Persen.